Je durft weer aan het doen. Het begint al goed. En ik wil jullie wat grappigs laten zien. Wat dan? We zitten in de auto met de stuur. En we stoten tegen een muur. Dus we gaan naar het ziekenhuis. We zijn weer beter. Tja, la 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 la. Maar we zien het net. Waar komt dit vandaan? Wat is dit nou weer? Maar had je dit al voorbereid? Ik heb tot zelf verteld. Oké, Wim, jij brengt mij van apropos. Wij zijn vandaag hier om weer jouw kennis te testen. En ik ga mensen laten zien vanuit mijn jeugd. En dan moet jij gaan raden wie ze zijn, wat ze doen. En er zit wel een regel aan verbonden. Als jij een fout antwoord geeft, ben je een week je iPad kwijt. Nee, dat is toch geen fout? Nee, dat is het toch niet. Nee, tuurlijk niet. Ik ga je toch niet straffen voor een fout antwoord. Ben je klaar ervoor? Ja. High five. Denk goed na over je keuzes, goed? Oké, wie is dit? Ik weet het niet. Oké, ik snap het dat je niet snapt wie dit is. Als je hem zo ziet op eerste gezicht. Wat denk je wat hij doet? Wat zou hij zijn? Muziek. Je zit heel dichtbij. En wat zou hij doen dan in de muziek? Rapper. Oeh! Heb je het goed! Dit is een rapper! En dit is niet zomaar een rapper. Dit is Tupac. Waarom lach je? Waarom lach jij? Vind je dat een grappige naam? Ik heb er nog van gehoord. Nooit van gehoord? Tupac de poepak. Nee, luister. Wil jij 4 weken huis ergens? Nee! Memes oprecht, zeg maar, dit is de goat. Dit is zeg maar best all time. Leeft hij nog? Jammer genoeg niet, Meme. Hij leeft niet meer. Hij is zo. Heel wat jaren geleden, in 96, was hij 26 jaar en toen is hij doodgeschoten. Voor wie de? Dat weten we niet. Er zijn suggesties. Laat me daar maar niet over gaan uiten. Maar er zijn suggesties wie het zouden hebben gedaan. Maar ze hebben de dader nooit gepakt. Dus, maar we gaan wel een keertje samen muziek van hem luisteren, goed? Dan ga je horen wat echt de rap is. Dit is een goat. Dit is... Wat ben je weer aan het doen? Ik ben de Chopin, dus ik weet hier van wat? Nee. Ik voel me even negen. Oh, Mims. Wie is dit? Iemand die praat op een radio of zo. Oké, dus jij denkt dat dit een radio-dj is? Nee. Wat dan? Oh, iemand die praat. Iemand die praat. Dus hij praat gewoon. Nou, ik moet jou teleurstellen, want dit is fout. Dit is een legendarische basketballer. Nee, basketballer. Je ziet het niet als basketballer. Je zou niet denken dat hij basketbal zou spelen. Nee, dit is een basketballer. Weet je hoe die heet? Michael Jordan. Waarom 4 is zijn naam? Dit is Michael Jordan. Ik wil niet dat jij lacht op Michael Jordan. Oké, Mien. Ja. Ik wil dat jij kijkt naar Michael Jordan. Wat? Nooit even. Ik wil dat jij kijkt naar Michael Jordan zonder te lachen. De goat van basketbal. Hoe dan? Hoe lang? 5 seconden weer. We zijn weer terug met de steekproef. Joe, ja. Is dat? Ik ga proberen. Ja, oké. Mips. Ik weet een iPad-rap. Ja? iPad. De iPad. Ha, de iPad. De iPad is cool. Meestal heel duur. Is voor 500 euro. Je bent money kwijt. Wat zeg je allemaal? Wie zijn dit? Rappers. Rappers, klopt. Dit zijn allemaal rappers. Maar hoe wist je dat? Gewoon zien een beetje als rappers. Ik heb geen Zo doen ze niet, Mien. Maar goed, en weet je ook hoe ze heten? Nee? Nee. Nou, wil je ze alle namen horen? Ja. Dit is Jan, dit is Bart, dit is Henk. Nee, ik heb het niet. Weet je hoe een groep heette? Huh? De Wu-Tang Clan. Wu-Tang. Ken je dat? Dat is Engels. Amerikaans. Amerikaans, niet Engels, maar ze rappen wel Engels. Maar ze komen uit Amerika. Uit Staten, zeg maar naast New York, eilandje. Het was Oompie, zijn favoriete muziekgroep. En toen papa een beetje jouw leeftijd had, toen luisterde hij altijd met Oompie naar Wu-Tang. En zo ben ik ook helemaal fan geworden. Ze hebben ook allemaal die Shaolin Moves. Unleash the Dragon. Echt waar? Dus Rappers zijn cool. Maar weet je wie pas cool is? Dat is mijn vader. QC. Oké. Dat waardeer ik. Dat waardeer ik. Oké, wie is dit? Man, die kroon op zijn hoofd.
Wat doet die kroon op zijn hoofd? Ja, dat weet ik niet. Wat zou hij nemen? Wat is hij, denk je? Koning. Sommigen zien hem als een soort van koning, maar koning van wat? Waar is de koning dan? Nee, het is geen koning. Het is geen koning van een land. Wat doet hij in zijn vrije tijd? Chillen. Dat zou hij op zich gedaan kunnen hebben. Dit is ook een rapper, Biggie. Zo heet hij. Ik heb nog nooit van die naam gehoord. Zeg eens nog een keer. Biggie. Ja. Of Notorious B.I.G., maar zijn bijnaam was Biggie. Hij is, net als Tupac, ook een rapper. En sommigen vinden Tupac de allerbeste. En sommigen vinden hem de allerbeste. En hij is ook overleden. Hm. Hij is ook geschoten. Waarom heeft hij even geschoten, grap? Grap? Waarom zeg je? Waarom zeg je grap tegen mij? Ja, dat moet je mij niet vragen, ja. Dat... Gewoon tegen... Video. Oh, tegen de video. Nee, dus je noemde mij geen grap. Nee. Oh. Nee, dat niet. Waarom zou je een rapper schieten? Waarom zou je een rapper schieten? Ja, waarom? Jij bent toch geen rapper? Wat? Ben jij een rapper? Nee, ja, ik papa kan wel rappen, maar je hoeft geen zorgen te maken hoor. Je hoeft je geen zorgen te maken. Er gaat bij mij niks gebeuren. Je denkt als ik rapper ben dat ik dan gelijk word geschoten. Nee, maar zo werkt het niet. Nee, maar ja, hoe moet ik dit zeggen? Dit soort dingen gebeuren in het leven, Mimi. Daar kan ik je later allemaal meer over uitleggen. Maar misschien ben je nu nog iets te jong misschien om te praten over geschoten worden. Oké. Laat maar zien. Oké, wat zou deze meneer doen? Rapper. Hoezo denk je dat? Gewoon. Je denkt dat hij ziet eruit als een rapper. Zeg maar gewoon wat op. Ja, ja, maar dan heb ik goed nieuws voor jou. Want dit is ook een rapper. Yay! Ja, dit is een rapper waar papa vroeger heel vaak naar luisterde. Van een, heeft hij ook? Nee, die is ook toevallig dood. Alle rappers waar papa naar luisterde, die zijn er niet meer. Hij is ook dood gegaan. Terwijl. Ja, dan komen we weer op hetzelfde neer. Maar hij is ook geschoten. Wat gebeurt er met de wereld? Ja, dat... Soms is het niet meer die rapt. Ja, als dat zo blijft doorgaan, ja, dan heb je een punt, Miem. Ja, het is... kijk, het is toevallig dat er zijn ook heel veel genoeg rappers die nog leven, hoor. Maar er zijn ook heel wat rappers doodgeschoten. Dat is eenmaal de waarheid. Papa luisterde altijd naar D12. En dit was een van mijn favoriete rappers. En hoe reageerde je als we hiervan hoorden? Ja, papa vond het, papa was wel een... ik wil niet per se zeggen verdrietig, want je kent iemand niet. Maar je kent hem toch weer wel, omdat je ernaar luistert. Dus ik was wel een beetje sad. Ik was wel een beetje verdrietig. Kijk, toen ik het hoorde, ja, vond ik het wel heel vervelend om te horen. Toen ging ik al zijn liedjes weer luisteren. Ja! Ja! Miem, zeg, we zijn bijna bij de 800.000 volgers. Ja? Leg jij eens even uit dat mensen moeten abonneren. Abonneer op QC, dus mijn vader. Hij is cool, okay. Hij is cool. Ja? Hij is cola. Waarom ben ik cola? Wie is dit? Wie is deze kale paanzij? The Rock lijkt een beetje op. Ken jij The Rock? Ja. Hoe ken jij The Rock? Gewoon. Je kent The Rock? Ja. Dat vind ik cool. Hoe ken jij The Rock? Dat is gewoon van YouTube. Van YouTube? Papa keek al naar hem toen ik klein was, hè? Hij deed eerst vroeger altijd worstelen. En als elkaar gooien, zo waaah, ptam, ptam. Wat is hij nu? Acteur, films. En wat doet hij bij jou op YouTube dan? Hij komt gewoon voorbij. Ja. Hij is zeker die kei... Oh, ik weet waarvan je hem kent. Je kent hem van zo... Ja, van dit, van de meme. Gooi hem eens. Daar ken jij The Rock van. Ja. The Rock is gewoon één grote meme geworden. Vind je The Rock niet een beetje... Lijkt papa niet een beetje op The Rock? Je hebt een baard. Je hebt een baard? Zo. Kijk naar de kaloof. Zo. Wat zeg je allemaal? Is het een grote blazer hier? Lijkt een beetje op een ei. Lijkt een... Met een baard. Een snor en een neus en een oog en een lip. Lach maar. Als jij straks naar boven gaat, heb je geen tv meer. Oké, Miem, wie is dit? Wat denk je wat hij doet in zijn vrije tijd? Of wat hij doet voor beroep, als je zo naar hem kijkt? Voetballen. Voetballen, zeker? Voetballen. Ik weet niet, jij moet een beslissing maken. Voetballen, ja. Waarom geef je mij de rocklook? Dit is geen rapper. Is voetballer? Hij wordt altijd voetballer. Echt? Een voetballer. Nee. En niet zomaar een voetballer. Dit is Robin van Persie. Nederlandse voetballer. Ken je Robin van Persie niet?
Ik ben zoveel van voetbal fan. Robin van Persie is half voetballer, half dolfijn. Hoezo? Heb je zijn goal nooit gezien? Hij sprong zo als een dolfijn door de lucht. Oeh, en kopte zo die bal. Echt waar? Dat is echt zo. Nou, hij is echt een hele goede voetballer. En hij speelde voor Feyenoord. En Feyenoord gewonnen door hem. Feyenoord heeft zeker wat dingen gewonnen door hem. Ja. En is ook onderdeel geweest van de 2002 Euro Cup van Feyenoord. Goed hè? Nou Miem, we zijn bij het einde van de video. Ga jij hem afsluiten? Ja. Oké. Okay. Het was je girl Miems en je boy QC. Ja. En abonneer, like en klik op het belletje en... Ja! 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 Yeah!